We bevinden hier ons midden in Den Haag. Vele kilometers lopen dwars door de Schilderswijk. Hier het Binnenhof. Wat nu volop in restauratie is. Ik zit hier in die toren. Het centrum. Ik ben natuurlijk in Den Haag bekend. Omdat ik daar familie heb wonen. Nou ja, dit is zo'n 2 miljard euro kostende project van de renovatie van het Binnenhof. Wat jaren gaat duren voordat het weer in gebruik is. Op deze zondag. Wat is het? 26 oktober. Tegen 5 uur alweer. En vanavond gaat de klok om een uur terug. En dit uitzonderlijke weer. Omdat ik hier nu toch ben. Vlak voordat ik weer het dure appartementencomplex induik. Ook foto's gemaakt van het Tweede Kamergebouw. Vlakbij station Centraal CS. Daar zitten nu ook alle fracties. Hier een glimp op het Binnenhof. We zijn nog niet boven. En we zijn wel bijna boven. De uitkijktoren. Dat is de binnenvijver. In Den Haag. We gaan even een rondje maken. De geschiedenis begint in 1248, 1511, 1570, 1585, 1619, 1650, 1672. De hele geschiedenis van het Binnenhof komt hier voorbij. De drijven is wel 1697. We hebben het over de 17e eeuw, 1813, 1815. Het is niet te geloven. 1906. Ongelooflijk. Bijna 100 jaar geleden. Een foto. Tijdens de bezetting, 1940, de oorlog. 1956. De oude Tweede Kamer, 1982, het torentje, 1992, het gebruikname van de nieuwbouw van de Tweede Kamer, daar ben ik nog geweest. En dit is dan inderdaad, zoals gezegd, het Binnenhof. Wordt het verkort op de troonrede, ieder jaar wordt gehouden, nu niet meer. En de renovatie is in 2021 officieel van start gegaan. Nou, één grote bouwput. Het is niet te geloven, hoe vaak ben ik hier al geweest? Onvoorstelbaar. Ja, het is dus wat anders dan een dorp. Je waant je hier bijna letterlijk in het buitenland. Nou, allemaal ministeries, hoogbouw waar je tegenaan kijkt. Ja, het is inderdaad een grote bouwput.
En we gaan nu weer langzaam naar beneden. Ja. Het is vrij entree, maar je moet wel even wachten. Je moet door een draaideur. Lange voorhout. En de lucht geeft al aan dat het herfst weer in aantocht is, zoals ik ook net heb gelezen op internet. En dan stop ik hierbij deze opname vanuit het centrum van Den Haag op deze zaterdag 26 oktober 2024.